Dames en heren, de week is weer rond en dit is Zomer Insight. Hartelijk welkom en dit keer even een andere persoon naast me. Dag Dolly! Hey, dag Roy! Dat is een tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden en ja, dit is voor ons even een hele nieuwe formule, hè? Want normaal zaten we aan de tafel en nu zitten we in één scherm. Ja, ook een hele andere look. Ja. Tadaa! Er is een stukje afgegaan. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En ik denk, nou, ga met die banaan en knip maar een eind heen. En nou ja, ik geloof wel dat ik er gelukkig mee ben. Nou, gelukkig, gelukkig. Ja. Hey Dolly, met jou denk ik altijd wat er op social media op viel. Dat was deze week niet heel erg veel. Maar ik dacht, we zullen deze uitzending wel een beetje swingend beginnen. Altijd leuk. Ben je wel eens op een camping geweest? Ik ben wel eens op een camping geweest, maar ik heb nog nooit echt op een camping gestaan, hoor. Oké, en waar wel zo'n wc-hokje? Precies daarom kom ik niet zo graag op een camping. Wat dan? Onder je arm. Verschrikkelijk, ja. Dat haat ik. Ik heb wel een poosje gewerkt op een camping bij Sandervoerde. Was wel heel leuk werk om te doen. Je wordt er ook helemaal vrolijk van, want iedereen daar is vrolijk. Dus ja, weet je. Maar om zelf met zo'n wc-rol onder je arm naar zo'n hokje te moeten, man. Wat dan? Heb je iets meegenomen daarover? Ja, het volgende filmpje wil je eigenlijk niet meemaken. Maar als je er een muziekje onder zet... Dan wordt dat toch wel weer spannend. Nou, we gaan kijken. Ik ben benieuwd. Ja, kijk Roy, dat was nou precies waarom ik nooit naar een camping toe wil, hoor. Oh, verschrikkelijk. Maar ja, goed. Met een dansje wordt het overal gezellig, hè? Zelfs bij de wc. Ja. Heerlijk. Ja. Hè? Ik moest er wel op lachen toen ik hem tegenkwam op Facebook. Ja, die snap ik. Ja, dat snap ik. Mooi. Er is wat gebeurd in het Zandvoortse. Ja, zeker. Maar ook heel veel positieve dingen. Waaronder de Piep heeft toch een zomerbiep-app bedacht. Kan je daar wat meer over? Ja, je komt er bijna niet onderuit. Hè? Over alles wordt een app gemaakt. En zeker in tijden van afstand en dat alles toch wat lastiger gaat. Is dat een mooie uitvinding natuurlijk, zo'n app. En de bibliotheek die komt met een vakantiebiep-app. En dat betekent dus dat je de hele zomer vol met verhalen kunt doorbrengen. Want tot en met 31 augustus 2020 kan je dus lekker lezen bij die vakantiebiep. En in die app kun je de hele zomer naast e-books ook genieten van luisterboeken. En dat wordt ook steeds populairder, hè, die luisterboeken. En... jong-oud leden, ook niet-leden, kunnen daarvoor bij de bibliotheek terecht. En het mooie is natuurlijk waar je ook bent dan in de zomervakantie. Je kan heerlijk ontspannen met die vakantie-app. Je vindt er tientallen e-books, luisterboeken voor ieder wat wils. Vol spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Van alles is te krijgen. En voor de jongste lezers is er natuurlijk bijvoorbeeld Super Dolfje van Paul van Loon. Ja, leuk hè? En verhalen van Jacques Vriens, Guusje Nederhorst. En voor de jongeren die kunnen genieten van boeken als bijvoorbeeld Instagirl van Annette Mierswa, Klem van Mel Wallis de Vries. En voor volwassenen is er ook iets heel moois. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan Otmar Sone
van Peter Buwalda. Of De Kleine Bakkerij aan het Strand van Jenny Golkan. En omdat er zowel e-books als luisterboeken in de vakantiebieb zitten, kun je kiezen voor lezen of luisteren. Ja, net wat je op dat moment het beste uitkomt. Dan zit er nog een klein extraatje aan, hebben ze leuk bedacht. Er is een winactie voor jeugdige lezers. Want ja, er is ieder jaar een winactie hoor, voor lezers tot en met 18 jaar. En zij kunnen kans maken op een Beats Solo Pro koptelefoon. Oh. Nou, weer jammer dat ik 18 plus ben. Anders had ik ook zo'n prachtige koptelefoon kunnen winnen. Maar ik moet het hiermee blijven doen. Nou ja. Oh ja, jij helemaal, hè? Ja. Ja. als er dove mensen luisteren, die zitten nu te klappen. Hiervoor vragen we ze om, of wordt er gevraagd door de bibliotheek om door te geven wat hun favoriete boek in de vakantiebieb is. Nou, hoeveel simpeler kan je een prijsvraag maken? Nou, en over die vakantiebieb. De app met de e-books en luisterboeken is dus gratis beschikbaar. Nog even voor alle duidelijkheid. En is beschikbaar via de App Store en Google Play. En dus zoals ik al zei, tot en met 31 augustus 2020 kun je dat downloaden. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek, nogmaals. En het is een dienst van online bibliotheek. Dat is een onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek. En het wordt aangeboden namens alle bibliotheken van Nederland. Nou, top. En de link vind je op onze website zandvoortinsight.nl. Absoluut. Zeker doen. Ja, dat, toch was er ook wel weer, coronanieuws. We beginnen natuurlijk langzaam wel een beetje moe te worden van al het coronanieuws. Maar het is wel belangrijk om te melden. Het Nederland is natuurlijk bang voor een tweede golf, weer een opleving. Voordeel is natuurlijk dit keer dat iedereen veel meer weet over het COVID-19. Dus dat je ook, als het ergens opduikt, dat je het meteen in kunt dammen. Nou hebben we de afgelopen week in Zandvoort natuurlijk wat vrees gehad en er was wat om te doen. We hadden de BOA's waar een COVID-19 waarschijnlijk aan de gang was. Waardoor de BOA's van Haarlem en Zandvoort op een bepaalde groep dan op non-actief werd gesteld. De diensten draaiden wel gewoon door, want andere BOA's die konden dat weer overnemen. Die hadden geen contact gehad met die divisie. Ja. Uiteindelijk is gebleken dat er bij de BOA's niets aan de hand was. Dus die zijn weer gewoon aan het werk na 2 weken quarantaine. En alles is wat dat betreft weer terug naar normaal. En we hebben kunnen lezen op Facebook dat bij de Zeemeermin, de snackcar, moet je mij horen, de viscar aan de boulevard ter hoogte van Centerparks. Daar hebben ze alle maatregelen genomen die je maar bedenken kan en die vereist waren. Maar ja, een van de medewerkers bleek toch besmet te zijn met het COVID-19. En de eigenaar Patrick Berg heeft toen toch het besluit genomen om het zekere voor het onzekere te nemen en zijn zaak voor 2 weken te sluiten. En ik denk misschien wel heel ruim genomen. Er waren ook mensen die zeiden van joh, je kan al veel sneller weten of mensen wel of niet, andere medewerkers besmet zijn of niet. Maar ik denk wel dat het heel verstandig is wat hij heeft gedaan door 2 weken te sluiten en even de boel op rust. Dus 2 augustus gaan zij weer gewoon van start, mits alles gezond, mits iedereen gezond is. En dus uiteindelijk, er was heel veel angst en vrees omdat er weer een opleving zou zijn in Zandvoort. Uiteindelijk gaat het dus maar om 1 persoon die bewezen besmet is geraakt met het COVID-19. Dus we kunnen gelukkig opgelucht ademhalen. Maar, we moeten er wel bij zeggen, Roy. Mensen, blijf op je hoede. Blijf goed die handjes wassen. Blijf het mondkapje dragen, toch in situaties waar erg veel mensen bij elkaar zijn. Dan weet je in ieder geval zeker dat je in dit gebied
geen besmette druppels op je afgevuurd krijgt. En je beschermt ook anderen, mocht je toch zelf besmet zijn. En denk aan die anderhalve meter. Blijf het toch. Durf ik ook aan te spreken in de supermarkt bijvoorbeeld, als iemand niet oplet. Je bent zo in concentratie. Ik heb het ook wel eens gehad. En wil je iets zeggen, dan ga je toch even iemand voor iemand. Ja, werd ik ook netjes aangesproken. Maar daar heb ik respect voor als iemand dat doet. En ik denk dat zeker. Want het sluipt er snel in, Roy. Weet je, het is pas een paar maanden aan de gang geweest. En we zijn uit die quarantaine gekomen. En je hebt heel snel toch de neiging van, als je in een bepaalde situatie bent of in een bepaalde omgeving, je let 10 minuten op. En die 11e minuut heb je er toch geen erg in dat je net te dicht op iemand anders staat. Of weet je. Ik denk dat dat menselijk is. En inderdaad, spreek elkaar daar gewoon over aan. En dat kan op een hele vriendelijke manier. Toch? Ja. Zeker. Je beschermt elkaar. We hebben mensen trouwens namens Zandvoort. Is zij natuurlijk de medewerker waar het overigens wel goed mee gaat. Heel veel sterkte. En ook snel weer gezond worden. Zeker. Ja, en toch? Toen was er ook nog eigenlijk toch ook wel positief nieuws. Maar voordat we daaraan beginnen, Dolly. We kennen natuurlijk allemaal Piet de Buren wel. Hè? De zeehond. Ja, zeker. Ja. En ik wil eigenlijk het volgende filmpje laten zien aan je. Want zo kan het er ook wel eens aan toe gaan daar. Ja. Nou Dolly, je zou ook maar zo'n bak moeten schoonmaken. Nou ja, het moet dagelijks gebeuren natuurlijk. En ja dan zie je toch wel dat zeehonden zijn gewoon hele grappige dieren. En ze zijn schattig. Alleen, vergeet nooit, ik ben eens in Pieterburen geweest daar in dat centrum. En daar wordt ook heel nadrukkelijk gezegd, benader ze nooit, want het blijven en zijn roofdieren. Ja. Dus weet je, je weet nooit wat ze gaan doen. Dus we hebben nou de afgelopen week een situatie in Zandvoort gehad. Hè, waarin 3 zeehonden gespot werden aan het strand. Ja. En die werden ontdekt door bewoners van dat gebiedje wat we hebben. Van de strand, ja sorry, van de... Van de strandhuisjes. En die zijn daar naartoe gegaan. Ze hebben de politie ingeschakeld. Omdat ze toch niet goed wisten wat ze ermee moesten. Kijk, meestal liggen ze te rusten, de dieren. Ja. En gaan ze vanzelf weer terug de zee in. Dat bleek ook zo te zijn. Want de 2 grote zeehonden. Die waren bij aankomst van de hulpdiensten. Die de politie had ingeschakeld, alweer terug de zee ingegaan. Er was alleen een kleine pup en die was er nog. Toen is er iemand uit Pieterburen gekomen, een vrijwilliger, en die heeft die pup opgehaald. Die is dus meegegaan naar Pieterburen. Ja. Daarna hebben we te horen gekregen dat de pup helemaal in orde was. Er was niks mis mee. Gelukkig. En zij hebben ook uitgelegd vanuit Pieterburen dat juli specifiek de tijd is waarin jonge zeehondjes heel veel alleen zullen stranden. Okay. En die liggen ook 9 van de 10 keer gewoon uit te rusten. Het geboorteseizoen dat is zo in mei, juni, ja. Begin juni. De dieren worden dan gezoogd door de moeder. En begin juli zit die zoogtijd erop. En moeten de kleintjes gewoon hun eigen weg gaan. Nou, dat is natuurlijk even zoeken voor ze en even leren. En dus dan kan het ook gebeuren dat ze net iets te veel hooi op hun vork nemen, die kleintjes. En dat ze dus even op het strand komen om uit te rusten.
Er is vaak niks aan de hand. Dus mensen, mocht je zo'n kleintje zien, raak niet in paniek, maar raak het ook niet aan. Laat het gewoon gaan. Nee, niet doen. Dus heel onverstandig voor jezelf en voor het dier. Maar neem wel contact op met de politie, zodat zij die speciale instanties, de EZH heet dat, de eerste hulp voor zeezoogdieren, in kunnen schakelen. En dan kunnen zij ter plekke beoordelen of het diertje wel of geen hulp nodig heeft vanuit Pieterburen. Het specifieke zeehondje wat was meegenomen is inmiddels weer uitgezet. Heeft een kleurtje meegekregen, zodat ze het wel in de gaten kunnen houden. Of hij het ook op de langere termijn goed blijft doen. Zo niet gaan ze hem weer meenemen naar het opvangcentrum. En anders kan hij gewoon heerlijk zijn gang gaan. Hij zit daar in een gebiedje waar wel opgelet wordt nog op de beesten. Dus dat is allemaal eindgoed, al goed. Hartstikke fijn dat die twee mensen die de dieren ontdekt hebben, toch contact hebben opgenomen. Want voor hetzelfde geld had het beestje wel hulp nodig gehad. Ja, en ik wil specifiek Ivo Lemmens toch even bedanken voor de mooie foto. Zeker, dat was een hele mooie foto. En die is te zien op onze Facebook-site. Ja, en op onze website zandvoortsite.nl. Ja. Vindt u het nou ook leuk om nieuws aan te leveren aan ons of een leuke foto? Laat het ons vooral gewoon weten via al onze kanalen, social media en natuurlijk onze website. Ja. Het zit er alweer op. Nu al? Ja, het is snel gegaan, hè? Dat gaat heel snel, ja. Hey, ja. Dolly, nog even tot slot. Komende zondag hebben wij een speciale Zandvoort Inside uitzending live. Of niet live, maar in ieder geval vanaf het museum Zandvoort. Ja. En daar zal Roy Dongen en ik, zei de gek, een talkshow gaan presenteren over Pride at the Beach. En het is zeker de moeite waard om te kijken, want na de uitzending zenden we ook nog iets heel leuks uit. En dat is een Pride at the Beach documentaire over Pride at the Beach 2019. Hé, die hadden we nog niet gezien, hè? Nee, die was nog niet online gekomen, dus Zandvoort Inside zendt deze gewoon live gewoon uit op Facebook. Als eerste. Ja, hartstikke leuk. Hé, dus zondag om, hoe laat was het ook alweer? Zondag om 4:00 op onze Facebookpagina of ons YouTube-kanaal. Ik ga het in mijn agenda zetten. Doet u dat thuis ook vooral? Ja, zeker. En, vergeet ons vooral niet te delen, te liken, te abonneren. En we gaan u weer bedanken voor het kijken. En we zeggen tot volgende week. Tot volgende week, hè? Dag allemaal. Dag Roy.